Welkom allemaal in deze prachtige zaal. Ook de mensen die via de livestream nu meekijken. Dat zijn er duizenden natuurlijk, hè. En dat is ook terecht. Ik ben docent aan de HKU. En dan zit ik ook wel eens aan de koffie. En dan komt er iemand naar je toe en die zegt, wil je een keer meedoen aan een concert in Tivoli-Vredenburg? Nou, ik vond het een eer. Ten meer omdat ik al vaker met haar ook een livestream heb gedaan vanuit het Beaufort-huis in Austerlitz. Dat was toen bij de eerste lockdown en ook de allereerste livestream daar. Heel spannend, er ging toen ook van alles mis. Hier niet hoor, hier is dat echt natuurlijk professioneel geregeld. En wij gaan nu beginnen, maar Fenne, die hier al klaar staat, die kwam ook nog met een andere suggestie. Zij mag dan Alex ook meedoen. Ik zei, ja, laat maar komen. Dus Alex komt straks, die zit nu rustig nog even ergens achter te wachten. Dames en heren, wij gaan eerst beginnen. Mag ik u groot applaus voor Fenne Scholten. It's not the pale moon that excites me. To me, oh, my world.
Ga jij wat zeggen? Ik wil ook best wat zeggen, hoor. Ik ben namelijk, ik zal maar heel eerlijk zijn, ik ben de volgorde vergeten van de stukken. Het zijn ook veel stukken. Het volgende nummer wat we gaan doen is Bye Bye Blackbird. Ach, natuurlijk. Blackbird, blackbird, sing in the blue
all day. Right outside of my door. Blackbird, blackbird, why do you sit and say there's no sunshine in store? All through the winter you've hung around. Now I begin to feel home. Ba-ba-doom, ba-doom, ba-ba-ba-ba, with a blackbird. Ba-da-do-da-do-da-do-da, somebody waits for me.
Sugar is sweet and so is he. Ba ba do ba do ba ya ba ba blackbird. No one here can love and understand me. Oh, but I like stories. They all hand me. I'll make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, blackbird. En u allemaal, maar vooral jou, Fenne, verbazen met het intro van het laatste stuk. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ook. Maar ik ga het zo doen dat niemand het herkent, in ieder geval. Dat is altijd een soort uitdaging. Dat hebben we nu eigenlijk de hele tijd al gedaan. Eerst maar eens lekker improviseren en dan langzamerhand in het stuk terechtkomen. You'd be paradise to come home to.
En Bert van den Brink. Ik mag even een intermezzootje geven op verzoek van Alex en Fenne. En Mark, die er ook natuurlijk aanwezig is als vaste organisator vanuit de HKU van de lunchconcerten. En misschien ook een mooi moment om het hele team hier in Vredenburg alvast in het zonnetje te zetten, overdrachtelijk. Het decemberzonnetje. Zowel voor geluid, beeld, alles wat hier gebeurt, de hele streaming ook. En ook een heel team, eigenlijk dus een heleboel personeel rondom drie mensen. En nu rondom mij alleen, dus ik mag wel iets heel moois spelen dan voor jullie. Ik speel een eigen compositie, maar dan de korte versie, anders lopen we veel te veel uit. En dat stuk schreef ik lang geleden met een opdracht aan mezelf. Ik wilde een hele gewone melodie, gewoon in de zin van niet ingewikkeld, en met ingewikkelde akkoorden. Nou ja, dat werd dan een stuk dat ik noemde Wondering Why.
Uw warm applaus voor Alex van der Spek. En ik wens u dan een prettige voortzetting van een improvisatiereis. Gitaristen besteden de halve tijd van hun carrière aandacht aan het stemmen. En aangezien de vleugel, de 503-000, dat is een van de oudere Steinways hier, maar mijn favoriet. En die staat er dan ook gewoon. Ik zei voor de grap, ik speel wel mee, maar dan moet je eigenlijk zorgen dat die 503-000 hier staat. En die staat hier gewoon voor me. Nou ja, wat. En dan Alex op gitaar, ook op 442 gestemd, want zo kwam ik erop. Concertstemming. En verder hou ik mijn mond. Thank you.
Het is een en al romantiek. Falling in love is beautiful. Ook nog. Gelukkig dat er iemand in de zaal zit die geletterd is op het gebied van titels in de jazz. En als je dan toch al verliefd bent en je bent in Vermont en je hebt er ook nog het maanlicht, ja, dan kom je toch een heel eind, hè? Thank you.
Alex van der Spek. En als je dan in de omstandigheid bent met zulke fantastische mensen te mogen spelen, dan vraag ik natuurlijk ook nog voor de toegift, want die is ingestudeerd, dat begrijpen jullie wel. Vraag ik Fenne Scholte er ook bij op het podium. Applaus voor Fenne en dan gaan wij... Ik was er al. Je was er al, dat dacht ik al. Ja, dat weet ik dan weer niet, hè. Ik kan beter een keer te veel vragen dan... Het gebouw is zo groot. Onze toegift, en ja, die kent u allemaal. En we beginnen een beetje in het verborgene. En het opent zich als een mooi slaapliedje. Alex van der Spek en mijn naam is Bert van der Brink. Dank u wel.
Dank jullie wel.